Hi, deze video is eventjes een ander begin en dit is ook een hele andere kant van mij. En de reden dat ik deze video maak is ook omdat ik de afgelopen weken een hele andere kant van mezelf ben tegengekomen. En ik hoop ook dat jij dat na het zien van deze video misschien ook wel inziet. Als je mij volgt op Instagram, dan weet je dat ik de afgelopen weken ontzettend veel heb gedeeld over racisme, over Black Lives Matter, over Zwarte Piet en alles wat daarmee te maken heeft. En denk nu niet, oh hier gaan we weer, ik ga dit wegklikken, want dat is zo'n egoïstische gedachte. Je kan deze video wel afsluiten, maar dat betekent niet dat het probleem daarmee verholpen is. De mensen die dat elke dag meemaken, die kunnen ook niet eventjes de video afsluiten. Het enige wat ik van je vraag, is dat je eventjes heel goed luistert. Niet alleen naar mij, maar naar iedereen die over dit onderwerp praat. Mocht je het hebben gemist, de reden dat ik zoveel post en deel op social media is natuurlijk naar aanleiding van de moord op George Floyd. George Floyd was een zwarte man die had betaald in een supermarkt en de meneer van de supermarkt die had ervan verdacht dat hij had betaald met een nep 20 euro briefje. Vervolgens is hij aangehouden door de politie, die is 8 minuten lang op zijn nek gaan zitten en later is hij overleden. Dat kan natuurlijk niet en dat is ook gewoon te gek voor woorden dat dit in 2020 nog steeds heeft kunnen gebeuren. Het gebeurt in Amerika heel vaak dat iemand wordt vermoord om zijn of haar huidskleur en dit is toch echt te belachelijk voor woorden. Ik ga eventjes heel eerlijk met jullie zijn en dat is voornamelijk omdat ik in de afgelopen dagen ook gewoon heel erg eerlijk met mezelf ben geweest. Elke keer als ik las dat iemand in Amerika vermoord is om zijn of haar huidskleur, dacht ik, oh, wat erg. En ging door met mijn leven. Elke keer dat ik las dat iemand hier etnisch geprofileerd is, dacht ik, wat raar voor een land als Nederland. En ging door met mijn leven. Elke keer als ik las dat iemand gediscrimineerd is, dacht ik, oh, wat zielig. En ging door met mijn leven. Maar ik heb mijzelf nooit de vraag gesteld, waarom wordt iemand vermoord om zijn huidskleur? Waarom wordt er etnisch geprofileerd? Waarom gebeurt racisme nog steeds? Ik heb het mezelf nooit afgevraagd, omdat het mij niet gebeurde. Het was altijd een ver van mijn bedshow, dus ik hoef me er niet echt in te verdiepen, want het gebeurt mij niet. En dat, jongens en meiden, is wit privilege. Ik hoef mij nooit zorgen te maken wanneer ik ga vliegen, omdat ik toch niet gecontroleerd word. Ik hoef mij nooit zorgen te maken wanneer ik de kruidvat inloop. En ik hoef mij nooit zorgen te maken wanneer ik een politiecontrole krijg, want ik heb een wit privilege. En dat heb ik me de afgelopen weken heel goed beseft. Er is helemaal niks mis met het erkennen van je witte privilege. Het is alleen maar een extra stap in een hele goede richting. Wij mensen hebben een zelfbeeld en het wit privilege past niet bij ons zelfbeeld. Want wij denken nog steeds dat we in een droomwereld leven en dat we iedereen gelijk behandelen. En wanneer je eventjes een hele harde spiegel voor wordt gehouden, zul je zien dat dit gewoon niet klopt, dat dit niet de realiteit is. Het betekent ook helemaal niet dat je jezelf bewust als superieur ziet aan anderen of dat wanneer je het erkent je minder wordt dan anderen. Het betekent alleen dat je gewoon inziet dat er iets mis is. Ik heb een hele simpele vraag voor je, hoe je je witte privilege kan herkennen. En hier kun je natuurlijk alleen op antwoorden wanneer je ook daadwerkelijk wit bent. Komt-ie. Zou jij precies hetzelfde willen behandeld worden als hoe mensen met een niet-witte huidskleur nu behandeld worden? Denk er eventjes heel goed over na en wees heel eerlijk met jezelf. Als jouw antwoord hierop nee is, betekent dat dus dat je weet dat er iets mis is. Maar hoe kun je dit dan wel toestaan bij anderen? Jij wil zelf niet zo behandeld worden, maar anderen worden wel zo behandeld. En we doen er niks aan. Hoe kunnen we toestaan dat andere mensen niet gelijk behandeld worden? En we kunnen wel zeggen, ik ben niet racistisch en ik heb geen wit privilege. Maar diep van binnen wil jij niet hetzelfde behandeld worden als hoe andere mensen van kleur nu wel behandeld worden. Dat is eventjes een hele grote reality check die ik bij mezelf had. En ik hoop dat jij dit nu ook een beetje inziet. Aan alle mensen die hier nu zijn om haat te verspreiden of om racistische reacties te plaatsen of wat dan ook, get out. Alsjeblieft. De enige reden dat ik deze video wil maken is omdat ik het gesprek aan wil gaan. Omdat ik mezelf de laatste tijd heel erg heb ingelezen. Ik heb heel veel documentaires gezien. En ik kan nu gewoon een heel goed gesprek aangaan met de mensen die het nog niet begrijpen. En dat vind ik heel belangrijk. Ik ben geen YouTuber geworden om make-up tutorials te laten zien of om te laten zien hoe leuk mijn leven is. Ik ben YouTuber geworden om mensen wat bij te leren. En dat is ook de enige reden dat ik deze video maak. Ik wil mensen wat bijleren. En of dat nou gaat om hoe je voor het eerst moet tongen of vingeren of om hoe je racisme aan moet pakken, daar ben ik voor. Mocht je nou echt geïnteresseerd willen zijn in dit onderwerp, omdat je zoiets hebt van, ik weet er gewoon nog niet genoeg over om het gesprek aan te gaan met anderen of om mezelf erover uit te spreken. Ik heb hieronder heel veel linkjes gezet van dingen die ik zelf ook heb gelezen en heb gekeken.
En ik zou je gewoon heel erg aanraden om dit te kijken, want het is echt niet zo heel moeilijk wanneer je er gewoon voor open staat. Oké, even terug naar de vraag waarom. Waarom gebeurt dit? Ik wil je een filmpje laten zien van Amerika 42 jaar geleden. Deze zwarte kinderen komen aan in een witte buurt en worden zo behandeld. Down this block, and these white people start saying, "Get out of here, niggas! You know, get out of my neighborhood. Don't come to this neighborhood." Then they start hitting on her, throwing rocks and everything else. Throwing rocks. I mean, that's the way you treat an animal. I mean, God, we're human beings. Toen ik dit filmpje zag, brak mijn hart. Hoe kon ik niet weten dat in de tijd dat mijn ouders jong waren, zwarte mensen zo behandeld werden? 42 jaar geleden, jongens. De meeste van onze ouders zijn over de 42 jaar. Besef je eventjes hoe kort dat geleden is. De meeste van deze witte kinderen zijn opgegroeid met het idee dat zwarte mensen minder zijn. En die hebben dat weer doorgegeven aan hun kinderen. De reden dat deze jonge kinderen zo denken is vanwege het slavenverleden. Kun je je eventjes voorstellen dat jij een ander mens gebruikt om je boodschappen in te pakken, je was te doen om ze vervolgens naar buiten in een hokje te sturen om ze daar te laten slapen? Ik kan er echt niet mee, maar dan ook echt niet. En natuurlijk is de slavernij heel lang geleden afgeschaft, maar dat betekent niet dat de impact er nog steeds is. Het slavernijverleden is de blueprint van hoe sommige mensen in de samenleving nog steeds over zwarte mensen denken. Het leven is toentertijd zo aangepast om het voor witte mensen zo makkelijk mogelijk te maken en de zwarte mensen eigenlijk geen enkele kans te bieden. En je kunt dit gewoon niet ontkennen, want hoe kan het anders dat wanneer een wit en een zwart jongetje samen fietsen, alleen de zwarte wordt aangehouden om te vragen hoe hij aan die fiets komt? Je hoort dit zo vaak en ik word er zo moe van dat mensen zeggen, nee joh, dat gebeurt hier helemaal niet. Je denkt dat het niet gebeurt omdat het jou niet gebeurt. Maar omdat het jou niet gebeurt, betekent niet dat het niet gebeurt. Ook dit gebeurt in Nederland. En natuurlijk een heel stuk minder dan in Amerika. Maar het feit dat het minder gebeurt, betekent nog steeds dat het gebeurt. Kijk maar eens eventjes naar de reacties die post over racisme aankaarten. Of kijk naar de reacties onder deze video, want ondanks dat ik het heb gezegd, er gaan toch een aantal mensen zijn die heel hard willen schreeuwen dat er geen racisme is in Nederland en er alles bij zullen halen om dat te ontkennen. Het is gewoon echt niet zo moeilijk om je heel eventjes te verplaatsen uit je eigen egocentrisme. Om eventjes uit jouw eigen realiteit te stappen, je eventjes te verplaatsen in een ander, te luisteren naar een ander en aandachtig te luisteren. Niet luisteren met het idee van, ik ga hier wat terug op zeggen. Nee, luister gewoon eventjes. Luister naar mij. Luister naar Instagram. Luister naar protesten. Luister naar het nieuws. Luister naar de mensen die het elke dag meemaken. Luister naar de mensen die er verstand van hebben. En vorm dan pas je mening. Het is veel te makkelijk om een probleem aan te wijzen zonder dat je echt weet waarom en hoe dit probleem is ontstaan. En of de kennis die jij op dit moment hebt wel klopt. Kijk eens naar de bigger picture, de geschiedenis. Doe eens wat onderzoek voor je je vingertje wijst naar anderen. Je bekijkt alles vanaf één perspectief, maar het is logisch dat wanneer je het zelf niet meemaakt, je het probleem gewoon niet ziet. Dit is geen black versus white, dit is iedereen versus racisten. En je kan ook niet zeggen dat je de protesten heel erg vindt zonder te weten waarom er geprotesteerd wordt. Wat is de reden dat deze mensen protesteren? Waarom zijn ze boos? Waarom zijn ze er klaar mee? Wanneer je daarin verdiept, is het allemaal zo logisch. Stop ook met het zeggen van all lives matter. Dat weten we. Natuurlijk doet elk leven ertoe. Alleen de realiteit is nu dat black lives er minder toe doen. Wanneer je roept Black Lives Matter, zeg je niet White Lives Don't Matter. Het enige wat wordt gevraagd is dat Black Lives er ook toe mogen doen. Is die gelijkheid nou echt zoveel gevraagd? Zoals ik dus al zei, als je mij hebt gevolgd op Instagram de laatste dagen, dan weet je dat ik ontzettend veel over Black Lives Matter heb gepost. En ik weet dat heel veel mensen er gek van zijn geworden, maar ik zie gelukkig ook heel veel positieve reacties. De reden dat ik dit heb gepost is omdat ik eigenlijk best wel boos ben. Ik ben eigenlijk vooral boos op mijn onwetendheid. Ik heb altijd mijn hoofd weggedraaid met de gedachte dat overkomt mij niet, dat is niet in mijn wereld, dat gebeurt hier niet. Ik heb naar mijn mening het geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen, maar dit gaat best wel lastig wanneer mensen vanuit hun jeugd een heel ander verhaal hebben meegekregen dan het verhaal wat ik vertel.
Het voorbeeld wat mij vooral heel erg dwars zat was eigenlijk onze geschiedenisboeken. Ik heb heel veel geleerd over de Gouden Eeuw. Want de Gouden Eeuw heeft ons onze rijkdom gebracht en was een prachtige tijd. Iedereen was rijk en ik denk ook gewoon alleen maar aan goud en rijkdom en mooie dingen. Maar er wordt bij mij in mijn geschiedenisboek niks verteld over slavernij. Misschien zo'n klein beetje. Terwijl dit wel gewoon het hoofdding van de hele Gouden Eeuw was. Wij zijn rijk geworden door slavenhandel en daar wordt niks over verteld. Dus daarom wanneer mensen nu komen met dit stamt af van de slavernij, dan is het heel makkelijk om te zeggen van ah joh, dat is zo lang geleden, dat doen we nu toch niet meer en zo erg was dat ook niet. Omdat het ons nooit is verteld. De onwetendheid overheerst. En het is zo oneerlijk om te zeggen, ja, maar de mensen die nu leven, die hebben daar toch niks van meegemaakt? Nee, maar die voelen nog wel elke dag de nasleep ervan. Misschien dat je dit beter begrijpt wanneer je de documentaire 13th op Netflix gaat kijken. Want ik weet dat hier nu heel veel mensen gaan komen van, ze moeten zich niet aanstellen, slavernij, dit, bla bla bla. Terwijl al zou je er gewoon een beetje in verdiepen, een documentaire kijken is maar 2 uurtjes. Of je nou 2 uur op Instagram zit, of jezelf eventjes 2 uur iets bijleert, iets belangrijks bijleert over je medemens. Is dat toch niet zo heel veel gevraagd? Kom na het zien van die documentaire terug naar deze video en probeer me dan eens te vertellen dat ik ongelijk heb. Wat ik je eigenlijk gewoon eventjes wil vragen is om eventjes uit je egoïstische bubbel te stappen en je te verplaatsen in je medemens. Probeer nou eens voor je keihard gaat roepen dat racisme geen ding is en dat iedereen zich niet zo moet aanstellen en dat dat hier in Nederland niet gebeurt. Probeer je eens te verdiepen in waar het nou eigenlijk vandaan komt wat die mensen zeggen. Want zoals ik al zei, het feit dat het jou niet gebeurt, betekent niet dat het niet gebeurt. Het is toch het minimale wat je kan doen als je dit gewoon een beetje beter wil begrijpen. Dus of je nou aankomend weekend gaat gamen of gaat voetballen, spendeer die 4-5 uur eens aan gewoon 2 documentaires kijken en 3 verhaaltjes lezen. En probeer het dan ook gewoon echt te begrijpen, want zoals ik al 100 keer heb gezegd, het is echt niet moeilijk. Ik weet donders goed dat ik best een jonge doelgroep heb, maar juist daarom vind ik het belangrijk om deze woorden te delen. Misschien krijg jij van je ouders een heel ander verhaal mee, maar probeer eens niet zomaar af te gaan op wat iedereen jou vertelt. Vorm je eigen mening, probeer je eigen standpunten aan te nemen en breng dat de wereld in. Misschien zijn onze opa's en oma's niet meer te redden omdat die gewoon te erg op zijn gegroeid met het beeld dat zwarte mensen minder zijn. Maar wij, jij en ik kunnen er nog wel wat aan veranderen. Dus alsjeblieft, stop met het wijzen van je vingertje en al die simpele aannames te doen en leer jezelf wat bij. Luister naar de ander. Dus lees je in en heb niet je oordeel al klaar voor je de hele geschiedenis en de beweegredenen kent. Ik vraag je nu ook niet om meteen mee te gaan lopen met de Black Lives Matter protesten. Het enige wat ik van je vraag is om jezelf en de mensen om je heen wat bij te leren over dit onderwerp. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat iedereen ja kan antwoorden op de vraag of ze net zo behandeld willen worden als hoe mensen met een niet-witte huidskleur nu behandeld worden. Dankjewel.